deze periode, november, is de ideale moment om fruitbomen te planten. Want de bomen hebben juist hun bladeren verloren. Ze hebben al hun reservestoffen afgegeven aan de plant, aan de boom. Die zitten in de knoppen. Dus de boom bevat het meeste energie momenteel dat hij op een jaar kan hebben. En nu wordt hij gerooid, uit de grond gehaald. En het is ideaal om hem nu te verplanten, omdat hij dan nog voor de winter nieuwe wortels kan vormen in de nog tamelijk warme grond. Als het vriest, is hij volledig in rust. Maar in de lente kan hij met die pas gevormde wortels terug direct van start gaan en in alle hevigheid uitgroeien. Ik zou zeggen, let erop dat de plantput die je maakt om de boom in te zetten, dat die voldoende groot is. De wortels die je ziet, moeten volledig gespreid in de put kunnen komen. Maak de put 40 centimeter diep, 60 centimeter breed. Zet die boom erin. Eventueel nadat u ten westen van de boom een paal gezet hebt om er hem aan vast te maken. Dan zorgt ze ervoor dus dat hij niet te diep staat, dat de eerste wortels die je tegenkomt, dat die pas maar 2-3 centimeter onder de grond zit. Vult er u aan met een mengsel van de grond die uit de put gekomen is. En humus, planthumus. Goed gemengd, daarmee de put terug aanvullen. Nadat je geplant hebt, geef dus heel goed water. Wij onderscheiden drie types van fruitbomen die je hier kunt kopen. De meest verkochte is de laagstam. Die wordt ook struik genoemd. Dat is een fruitboom wiens takken beginnen op een hoogte van ongeveer 50 tot 75 centimeter. Daarnaast zijn er de halfstammen. Dat zijn wanneer het takkengestel begint op een hoogte van ongeveer 1,5 meter hoogte. En dan zijn er nog hoogstammen. Dat zijn bomen eigenlijk. Waarvan de kruin begint op 2 meter, 2 meter en 10 hoogte. Dat zijn de drie voornaamste typen. De laagstam wordt gekozen omdat die meestal geënt is op traaggroeiende onderstammen, dat stammetje van 1,5 meter, waardoor dat de bomen iets trager gaan groeien, maar veel sneller in bloei en in fruit komen. Daar kun je op 2, 3, 4 jaar al van oogsten. De halfstam wordt gekocht om in weides te planten waar klein vee onder losgelaten wordt. En de hoogstammen, dat is voor grotere tuinen, echt boomgaarden, waar bijvoorbeeld vee moet kunnen grazen. Die hoogstammen, die worden niet gesnoeid. Die struiken en die laagstammen, die vereisen wel elk jaar een snoei. Maar mits goed te snoeien, kan u op enkele jaren tijd al heel veel fruit oogsten. Fruitbomen zijn ofwel zelfbestuivend ofwel niet zelfbestuivend. Appelen en peren, daarvan zijn er enkele rassen die zelfbestuivend zijn. Maar toch is het altijd aan te raden om twee variëteiten van dezelfde soort naast elkaar te planten, zodanig dat er kruisbestuiving is. Dan hebt u altijd meer fruit. Voor mensen die maar één boompje kunnen planten, er bestaan enkele appelsoorten en perensoorten die zelfbestuivend zijn, waarvan één variëteit voldoende is om fruit te kunnen plukken, maar toch is het aan te raden om meerdere variëteiten bij elkaar te planten. Sommige soorten fruit, zoals de perziken en de notelaars, die zijn zelfbestuivend. Dat wil zeggen, één boom volstaat om elk jaar opnieuw fruit te kunnen oogsten. Maar voor appelen, peren, pruimen en kersen is het aan te raden om telkens twee variëteiten te planten. Is de tuin te klein, dan verkopen wij hier ook duo-bomen. Dat zijn bomen waar twee variëteiten op geënt staan. En meestal variëteiten die compatibel zijn. Die dus, als u dat ene boompje plant met twee verschillende soorten fruit op, dat u altijd fruit gaat hebben.